Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Ik heb hier zelfgemaakt aquasand. Het is eigenlijk gewoon decoratief zand, gekleurd zand. En daar heb ik dan impregneerspray op gedaan. Ik heb oranje zand, zwart-grijs en wit. Nu ga ik het zand uitproberen. Het is dus decoratief zand waar ik impregneerspray op heb gedaan. Nu ga ik kijken of het echt waterafstotend is geworden, zoals aquasand. Ik heb hier zo'n kom met water, een trechtertje en een soort zeefje. Die komen allebei uit een aquasand set. Met dat schepje kan ik het zand er dan terug uithalen. Je kan natuurlijk ook een gewone trechter en zeef gebruiken. Ik ga, om ervoor te zorgen dat het zand niet uit de trechter komt als ik probeer de kom te vullen, er een stukje plakband over doen. Zo. Ik ga er dan het oranje zand in doen. Dan haal ik de plakband van de trechter. Ik hou hem nog even toe. En dan laat ik zo het zand eruit komen. Je ziet nu het zelfgemaakte aquasand in het water. Ik vind het in het algemeen erg moeilijk om echt sculpturen te maken met aquasand. Nu ga ik het donkere zand uitproberen. En nu nog het witte zand. Het is een beetje grover. Die stapelt wel beter. Daar kan je misschien wel vormen mee maken. Zo ziet het aquasand er dan uit in het water. Nu eens kijken of het echt droog gebleven is. Met de zeef kan ik het zand uit het water halen. Het vocht eruit schudden. Daar zie je het zand. En het is echt vrij droog gebleven. Je haalt het dus gewoon uit het water, dan kan je het opnieuw gebruiken. Dat is het zand dat ik daarnet niet heb gebruikt. Dat heeft dus niet in het water gezeten, dat is heel droog. En dit is dan het zand dat ik gebruikt heb, maar dat lijkt toch aan elkaar vast te plakken. Het is dus toch nat geworden. Bij echt aquasand zie je de waterdruppels aan het zand blijven hangen.
Dat is hier niet het geval, dus er lijkt toch wat water in het zand getrokken te zijn. Het zelfgemaakte aquasand is toch niet zo waterafstotend als het gekochte uit de winkel. Hier zie je zo'n waterdruppel. Misschien heb ik er te weinig impregneerspray op gedaan, maar ik heb er echt wel veel op gedaan. Hebben jullie het ook al thuis uitgeprobeerd? Laat me bij de reacties weten wat jullie ervaringen ermee zijn, of jullie tips hebben. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Vergeet je niet te abonneren en de andere video's te bekijken. En dan tot volgende keer bij Doe het zelf ideeën!